Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glow Incarnate Shiny Cagelock met Sandring van Gaming SB. Ze weten nu sowieso waar ze naar kijken. Dat is ja, want jij hebt het logo heel groot in beeld. Je bent een smarty pants in time. Nee, ik lach omdat je het fout in hebt, ding. Oh, ik dacht, die vriend van jou waar je het over had, die heeft toch een PNG'tje naar jou gestuurd. Nee. Die vriend zou dat nooit doen. Ik heb trouwens een Riolu-ing gevangen en ik heb iedereen level 9 minimaal. Lekker gemaakt, ding. Dus ik ga niet... Gaan we Cage Match vandaag hebben? Ik hoop het. Die kans is aanwezig. Ik moet nog 2 encounters voor de Cage Match. Jij ook, dus ja. Dan is het een grote kans van niet. Nee, denk je van niet? Heb je er geen vertrouwen in? Oh nee! Wat gebeurt? Team Magma? Dat is Zinnia. What the freak? Oh, dat is een undercover Team Magma. Dat is niet een echte Team Magma. Welke Pokémon zijn hier? Wacht, is dat echt undercover? Ja, dat is Zinnia, die zit hier bij Team Magma. Oh. Zij is van de Delta episode. Ah, Delta. Ik ben meer een Sigma kind guy. Maar... Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik al wel dat jij dat dacht. Ik ben zo smarty panting, Sander. Dat daarom. Is natuurlijk wel over. Ja, leuk dat hier Pokémon zitten, maar eigenlijk moet ik dus eventjes... Oh, dat is, hier had ik natuurlijk die Wingull niet gevangen. Ja, sorry. Maar hey, we going to defeating the Sixagooning. Zeker. Yo, Tsunami ziet er goed uit. Oké. The Wurmple is gone. Niet zomaar gone, maar... Since you've been gone. Inderdaad. Wat bedoelde je dan? Since you've been gone. Oké. Anders ging ik huilen. And we don't want you to be in huiling. Huiling is dus voor een ander intro momentje. We gaan geen 2 intro momentjes tegelijkertijd doen, hè? Kom op. Ben je helemaal mal. Helemaal gek geworden. Heb jij al... enig idee, zeg maar, van als we nu een cage match zouden doen, heb jij al enig idee wie je in gaat zetten? Nee, nog niet eigenlijk. Oh, ik wel. Pas ja? Ik ga eerst eventjes naar je teampje kijken, even kijken wat er voor gekkigheid er allemaal in zit. Ja, dat mag niet. Dat wil ik niet. Liever niet, ding. Yo, Tsunami level 10! Lekker ring, Tsunami. Level 10, ding. Oké, daar is zo'n trainer in. Ga ik die verslag... Nee, boeien. Double battling. Double battle. Alaskan Bull. Dit is hem. Deze ga ik inzetten. Kan ik jou harder spammen. Kan oprecht wel een tactiek zijn, though. Ik maak... Zeker met mijn gust. Vattetjes, maar... Oh ja, met je gust. Ja, nee, dat is een heel goede tactiek. Ik had hem eigenlijk ook even... Ik had hem even naar level 10 moeten zetten, bedenk me nu. Want dan gaat hij zo... Evolueren. Nee, evoluering. Evoluering. Krijg de... Tearing. Nee, ik krijg niet de tearing als je gaat evoluering. Ik ga zo meteen mijn encountering hier eens doen. Youngster Mew Blue? Wat? Deze youngster heet Mew Blue. Ah. Die trainer ken ik van... Hij heeft een gore bitta? Kijk, hij heeft echt zo'n hele lelijke Pokémon. He, die is toch normaal gesproken rood? Dacht ik. Ja, dat klopt, ja. Ik ben helemaal in de war. Ik dacht altijd dat die rood waren, joh. Blijkbaar niet. Mew? Oh, vandaar dat die Blue Trainer Mew heet. Is hij shiny? Nee, dat niet. Nee. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Dan zou die Blue Dabbedee zijn. Ja. Transform? Doe eens even normaal in. Hardening? Kom op. Oeh, zo nou weer. Ik kan ook gewoon naar mijn Fire-type toe gaan trouwens. Mm,
Ik ga wel eerst de Seedot kapot proberen. Oh! Mudkip tegen Mudkip. Wat is dit nou? Dat is de Mew die transformed, hé. Oh ja, tuurlijk. Mew kan transformen. Bloop, 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 bloop. Doet hij dan? Yo, niet growling. Is Ember is special, toch? Ember is special, ja. Ah, gelukkig maar. Bam. Zo, die is dood. Nog niet eigenlijk, maar wel. Nou, heerlijk in. Mew is gone. Niet zo gone. Sinds bingo. Sinds Mew is gone. I can breathe. Oeh, kijk hoeveel XP je kreeg van die Mew. Ja, dat zal wel. Bato krijgt veel XP van een Mew verslaan. Confusion? Wie leert de Confusion? Lekker! Wie leert Confusion? Oeh, ja, want je hebt een... Oh, dat is naar dat ik die andere heb trouwens. Want Tustox is beter. Jet is level 10 en Jet is level 11. Lekker, Jet. Als ik jou... Oh. Ja, nee. Nee, ik weet niet of ik dat zou risken. Yo, Fisher Trainer Man, Mail. Oh, hé, hey, dat is zo'n Pokémarkt. Daar heb ik wel eens van gehoord, trouwens. Jij ook? Pokémarkt Evans? Ja. Hé, hey, nu ben ik niet degene die over Inazuma begint trouwens. Nee, dat is waar. Maar ik vond het wel grappig. Het is wel funny guy, hè. Niet de Oon. Niet de Oon? Six. Oh, Oon. Dat was snel. En een Wishmer, dat is zo vet. Ja, maar de color scheme vind ik niet heel mooi, maar trouwens. Oh, ik vind hem echt vet, oprecht. Er is één groot nadeel. Ik kom zo in een cave waar ik waarschijnlijk alleen maar mijn Wishmers kan vangen. Interesting. En dan heb ik dus daar... dan moet ik voor een tweede Wishmer even gaan, maar dat ga ik niet, nu nog niet doen. Misschien als ik echt een encounter nodig heb. Ga dan niet volgen. Ja, nee, precies. Sorry, ik was even met Silcoon aan het... evolven. Maar ik kon het niet zelf, want ik moest het eerst zeggen. Oh, holy damn! Oh, ik heb echt de mooiste Pokémon ooit. Het hij is wel heel vet, ja. En dit is echt de mooiste Pokémon ooit. Gust. A gust of Oké, ik heb de Wishmer. Smarty pants, ding. Maar dat mag ook wel, want meestal ben jij, meestal ben jij, zo bedoel ik het niet, maar de laatste paar keren heb jij steeds als ja, laatste. Ja, ik ben elke keer tot nu toe, behalve die Riolu, die had ik wel eerder. Ja, maar jij had de Riolu eerder, nee, want ik had de Wingo eerder dan dat jij de Riolu had, toch? Nee, maar Riolu was waar jij je Riolu kreeg. Wat en kreeg ik jij? Ik had mijn Riolu eerder dan jouw Riolu. Nee, wij hadden niet dezelfde Riolu, toch? Jawel, allebei in de Forest. Oh, dat wist ik niet. My geheugen deceived me. Yo, ik wil deze! Ik weet dat ik al iemand met een... Hoe heet het? Met een Flying type heb, maar ik wil deze! Wil jij deze ook? Doe dan SMS dan. Til on naar til uit. Ja. Dit is niet... Oh! Kutzooi. Jij was ook al zo snel. Hoezo kutzooi? Dit is wel... Ja, de Zigzagoon. Maar ik ben wel... Het is Holy damn, gewoon twee encounters. En nu heb ik hem alsnog eerder dood dan jij. Nee, want ik had hem ook een tweede encounter. Echt? Oh. Ja. Ik dacht dat jij al meer encounters daar had gedaan. Nope. Nee, ik had die twee trainers eerst verslagen. Ah, vandaar. Oh ja, daarom die Mew heen. Ja. Wat wel gunstig is, is dat ik straks die Wishmer kan vangen. Wat nadelig is, is dat... hoe heet het? We dan weer heel grotendeels hetzelfde team hebben. Ja. Maar dat komt vast goed, hey. Terwijl als we eerst de encounter... Dit is echt gewoon toeval. Want als we eerst de encounter hadden gedaan, dan hadden we allemaal andere...
teammates, schat. Ja. Yeah. Wie is de meest normaal... Deze weet ik. Degene die niks zegt. De meest normale gozer in Inazuma Eleven. Steve. Hij bent trots op deze naam. Ik vind Sexy Goon ook wel echt een Steve. Sexy Goon is wel een Steve kind. Maar ik denk wel dat hij had de stats een beetje aangepast zijn, hè, in deze rom. Dus ik denk dat Sexy Goon nog best wel goed kan zijn. X. Nee. Ja, misschien wel. En de Shiny is vet. De Shiny is wel vet. Op zich. Ja, ik voel hem wel. Die oranje. Mm-hmm. Blue. Dat en het scheelt mij heel veel editwerk. Dat is zeker dat waar. Beautyfly is echt vet. Ja, Beautyfly is echt vet. Die wordt echt kut met editen. Want die heeft heel veel kleuren. Ja, maar... Ja. Maar het is wel makkelijk met de magic wand. Zo ploep en dan bam. Ja. Het is wel groot contrast, zeg maar. Dus het is makkelijk te fixen. Dat is waar. Wat wou ik nou doen? Ik heb geen idee meer. Pokeballs kopen, dat ik niet weer een winkel veel omdat ik maar twee pokeballs heb misschien. Ah, dat is een idee, Sander. Dat is een idee. Dank je, Sander. We gaan... 5. Ik hoop gewoon dat er nog een andere counter in de cave is zometeen. Vast wel, hè. Toch, ze hebben die vast wel aangepast, neem ik aan. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel, ja. Dus. We kunnen het zien op de radar. Behalve als het nieuwe Pokémon zijn, want dan zie je het niet. Nietje 1. Potion! Haha, dash him. Is dit die Mew kind of guy? Die bovenin zit is de Mew kind of guy. Ik weet niet of je daar nu... Nee, die zit bovenin de Mew kind of guy. Oké, want de Mew kind of guy, dan wil ik beginnen met Alaskan Bull en dan switch naar Exoblade. Die nu, waar je nu voor staat, heeft een Meryl. Hmm. Oké, we gaan kijken wat... Oh, trouwens, weet je wat ik me net bedacht? Ik had ook gewoon Sweet Scent kunnen doen. Dat was ik even vergeten. Oh ja, je hebt Sweet Scent. Ja. Even vergeten. Maar dat is straks in de cave wel goed om te onthouden. Ja, dat is wel Smarty Pants denk ik zelfs. Dat deed heel weinig. En dan gaat hij ook nog Defending the Krull in. Heb ik een honey of niet? Nee. Je kunt het kopen. Ja, dat weet ik. Maar ik heb niet zoveel geld. Kom op, iets anders dan een Wishmer. Ik ga even Steve inzetten hoor. Dat is een Wishmer. Sowieso dat ik Steve nu ga verliezen. Nee, ik moet het niet jinxen. Ik heb nog geen jinx though, dus wie weet. Oké, ben ik nog wel eventjes? Bubble. Oh, dat was dom. Wat? Ja, je moet eerst toch iets triggeren voordat dit kan. Hoe doe je? Of moet je eerst de gymleader doen? Voordat je dit kan doen. Nee, je kunt hier toch rondlopen voor de encounter? Of wat bedoel je? Ja, dan? Voor de encounter wel, maar voordat je de Pico gebeuren kan doen. Ja, dat is na de gym. Tenminste, in de original is dat na de gym. Hoe weet ik het nu beter dan jij? Dit had ik niet verwacht van Gen 3. Nee! Rollout. Ik was nieuw aan de opleiding. Waarom doe je nou niet de opleiding? Kut, echt iedereen is weak tegen rollout. Ja, echt voor dat. Is rollout physical? Vraag het voor een vriend. Dat denk ik wel. Ga het opzoeken. Ik weet, dan duurt het nog langer, maar... Het moet eventjes. Roll out move. I like to move. Iets anders dan een whisper? Iets anders dan een whisper? Nee, weer een whisper. Ik heb het gevoel dat hier alleen maar whispers zijn. Oh, ik kan trouwens Fiscal. Een speed-up hiervoor. Yes, oké. Okay. Oeh, dit is wel risk. Dan hoop ik wel dat ik eerder ben.
Anders dan gaat het me de kop kosten mogelijk. Hoeveel doet dit? Oh, dat gaat me niet de kop kosten. Dat was een critical hit. Je doet wel tegen een fairy type, avoid it! Oh. Ja. Ik heb niks tegen Marrow. Het is officieel. Dus. Ik heb Meryl net verslagen met alleen maar tackle spammen. Ja, ik denk dat ik ook gewoon quick attack moet doen. Jolo moet even een goede fighting move leren. Ja, dat. Er is iemand thuis. Hoi! Ik kom er zo aan. Water gunning. Oeh, oh, hij is sturdy. Wat een vuile dit aan. Oké. Dan elke keer als ik counter doe, dan avoid Riolu het. Dat is wel naar. Dit is een speciaal momentje, Sandring. Mag ik alsjeblieft speed up? Ik word er gek van. Ja hoor, dat mag wel. Oh, dat was een crit. Dat was nice. Ja! Yeah. I like it. I like to like it, like it. Dat is toch hoe dat liedje gaat? Ja. Dat is mij wel. Ik moet wel een beetje oppassen, want als ik crit krijg... Oké. Oh, dit was echt de moeizaamste battle ooit in mijn leven van Pokémon. Ooit in je leven van Pokémon? Ik denk dat jij wel moeizamere battles hebt gehad. Behalve die keer dat ik gewoon het KO was, terwijl ik een hele goede strategie had. Niet lachen. Dan kan je niet loslaten. Niet lachen. Kom op. Ik lach jou toch ook niet uit voor je domme play. Jij deed het ook een keer tegen een Godlet. Een Godlet? Ja, zo'n ghost rock type. Toen zei je, ja, maar dit is anders. Nee, was het niet. Ik ga de gym leadering doen. Tenminste, de eerste gym en daarna de leadering. Smarty pantsing. Hoe zit het met de tijd? We kunnen nog wel een paar battles doen. Oké. Dan kunnen we de volgende aflevering de leader en de cage match doen, denk ik. Ja. Prima. Roxanne! Moet ze niet op dat rode lichtje drukken, toevallig? Of wel? Je bent zo'n funny guy. Ja. Longshot Josh met een geodude. Josh? Waar is Drake dan? Die is sinds je bent gone. Ja, die is sinds je bent gone. Yo, Wishmer. Wel jammer dat ze dat dan toch niet hebben aangepast. Als ik nou straks een Geodude of zo krijg, hè, noem maar wat. Ja. Ga je dan toch hunten? Of? Ja. Ja, groot vraag. Is de hiker de enge man? Nee, die heb ik niet verslagen. Oké. Welke heb je dan verslagen? Bedoel je met de Mew? Nee, die Mew zit bovenin, waar je voorbij sneakte net, toen je terugliep. Oh. Oh, joh. Wat? Waar zijn al die hidden items? Is dat tegenwoordig niet meer? Of zo? Doen ze dat niet deze nog keer? Items. En de originals ook niet? Maar ik weet niet of er daar eentje zat. Ja, dat dacht ik altijd. Maar... Oh, dat is een Rock Smash boulder. Rock Smash! You don't have to put on the red light, trouwens, hè? Oh, wacht, weet je wat ik kan doen? Ah, ja. Tsunami. Nee, niet tsunami. Maar ja, een sweet scent bedoel ik eigenlijk. Bling, bling.
Oh, Webble. Webble. Sean, mooi man. Got him. Oh, dit ik ga nog even terug, denk ik. Misschien dat je dat wel per se met honey moet doen. Ja, met sweet scent, denk ik ook. Ja, met honing inderdaad, in mijn geval. Verdomme. Dit is voor mij nog best wel pittig. Weer die rock. Ja, misschien moet ik gewoon Aphrodite inzetten. Maar Noibet is dan weer flying. Shit. Is het goed als we na deze mijn battle trouwens afsluiten trouwens? Dan kan ik eventjes je tussendoor dingetje doen. Ja, tussendoor wat doen. Oh ja, dat is ook super effective natuurlijk. Shit. Ze gaan ook allemaal teamen. Dit is oprecht nog wel een dingetje hoor. Ik had ook potions moeten kopen, zie ik nu. Oké. Tackle, ja dat mag. Dat vind ik niet zo erg. Fury Cutter, oké, dat mag ook. Oké, kijk. Als ze zo doen, dan mag het. Zou ik zo'n Wish Mar One had kunnen KO'en met Ember? Wel toch. Oh, vergeet ik jou nou? Nooit meer vergeten, ja die bedoel ik. Want dan kan ik beter Wishmers doden. Ja, of niet? Ik weet het niet. Ik ga gewoon. Bleed 1 KO. Ja, lekker. Lekker. Als je nou saved, hè. Dan kun je gewoon. Dan verbruik je die. Ja, is dat toegestaan? Dat mag voor mij. Dat is leaving. Kijk, als het om geld gaat, boeien. Met de gift Latias of Latios die je krijgt, hè? Doen we die ook hun door te soft resetten? Dat mag, maar dan zou ik wel voorstellen dat we dat offscreen doen. Ja, dat sowieso. Ja, ik moet wel potionen. Oh, ik had natuurlijk Surge Kid, want die is wel... Hij is niet shiny volgens mij. Oh... Nee, het is een delta. Oh, ik was heel hyped voor je. Rock Blast, nee, hou op. En Charmander hier? What the fuck? Hou op. Serieus? Oh. Nee. Nee. Oh, wacht, de rest moet nog. God. All around me are familiar faces. Deze bitch raakt ook gewoon 5 keer. Waar slaat dat nou weer op? Ik raak nooit 5 keer, hè? Oh, dit hit iedereen. Maar Noibet is wel... Fuck. Ja, nou dan gaat Noibet maar dood. Valt mee. Ja, dat is wel sad. Ik baal je heel erg van. Snap ik. En Noibet is ook nog super moeilijk te vangen natuurlijk. Oh, ik had echt gewoon meteen met deze guy moeten doen. Maar goed. Hier heel erg van. Misschien had ik ook moeten levelen van tevoren. Hey, Slugma! Ja, dat zou wel vet zijn. Dat zou wel vetting zijn, nee. Quick attack. Op nooit bed. Quick attack is weak, toch? Dus dat killt niet. Oké. Pokeball. Use.
City. Lekker. Oké, dat is in ieder geval een hoe heet het? Een pluspuntje. Een pluspuntje. Een kleine troost. Ja, een kleine troost. Hele kleine troost. Ik ben wel benieuwd naar de naam die je deze Noibet gaat geven. Nee, is dat niet duidelijk. Drakenvuur? Nee, dat past niet. Oh, nog beter. Tornado, van Drakentornado. Pas draak. Even wachten, ik zou even een hoofdletter nog doen. Anders krijg ik er spijt van. Volgens mij past het. Oh ja, als het niet past, dan mag ik weer helemaal. Nope. Auw, ik kan ook nog eens niet tellen. Oké, dan doen we gewoon tornado. Lekker, Ray. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Doe eventjes iets lief zeggen voor Sander in de chat. Voor zijn verloren Torchek. En dan zie je graag een volgende keer weer. Adios, amigos.